Het is wel een mooie omslag die we nu gaan maken. We hebben met elkaar nagedacht, hè, in wat voor situaties de mensen groter worden, waardoor God kleiner wordt. We gaan nu eigenlijk een omslag maken, wees zeer bevreesd. Wees zeer bevreesd. En nu gaat het dus niet de vrees voor mensen, maar de vrees voor God. De vrezen des Heren. Daar ben ik niet mee grootgebracht. Volgens mij heb ik dat wel eens eerder gezegd. En dan val ik wel eens in herhaling. Maar hier, met deze terminologie ben ik niet opgegroeid. De vrezen des Heren. Door de jaren heen heeft het me in mijn geloofsleven veel gebracht om hier wel over na te denken. En een van de boeken die mij daarin heel erg geholpen heeft, is De Heiligheid van God van R.C. Sproul. Als je nog eens wat tijd over hebt. Dan De Heiligheid van God, R.C. Sproul. Prachtig boek over Gods grootheid. En kom je echt onder de indruk van wie God is. Oké. Wees zeer bevreesd. Begrijp en groei in de vrees des Heren. Degene die God vreest, zal niets anders vrezen. Daar moeten we naartoe. Dat is de stap die we nu gaan maken. Dit is de beweging die we nu gaan maken. De vrees des Heren. Want als we God vrezen en als we God groot maken en een goed beeld van God hebben, dan zullen mensen klein voor ons zijn. Jesaja, daar gaan we. Ja, we gaan gewoon door met Bijbelteksten. Jesaja 8, vers 11 tot en met 14. Jesaja 8, vers 11 tot en met 14. De Heer heeft tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd. De weg van dit volk moet gaan. Ja, tot met 14. U mag geen samenzwering noemen. Alles wat dit volk een samenzwering noemt en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn, niet schrikken. De Heer heeft de macht. Hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een schrik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Ja, Jesaja krijgt hier de opdracht, wees niet bevreesd, schrik niet, de Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten, hij is uw vrees. En hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn. He, dus hier wordt de vrees voor mensen gelegd ten opzichte van de vrezen des Heren. Hij is heilig. En in zijn heiligdom, in zijn tempel in dit geval, en later het zijn in Christus. Dat is uiteindelijk waar we ons heil vinden. En waar we dan ook meer hoeven te vrezen voor die God. Jeremia 17, vers 5. Jeremia 17, vers 5. Zo zegt de Heer, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel op zich aanstelt, terwijl zijn hart van de Heer afbrengt. Ja, en de volgende ook. Nee, maar niet. Als een kale struik in de vlakte, die hij niet ziet wanneer het terugkomt. Komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn. Ja, en dan het laatste vers is, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Dus hier worden we gewaarschuwd om ons vertrouwen op mensen te stellen. Dat brengt ons niks, droge plekken in de woestijn, zilt en onbewoond land. Maar gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. En deze teksten laten ons dus zien dat het uiteindelijk gaat om de Heere van de legermachten en dat we in zijn heiligdom moeten verkeren, mogen verkeren.
En daar waar de wereld ons trekt en zegt van je moet ontzag voor de wereld hebben en dat wat wij aanbieden, laat de Bijbel heel duidelijk zien, nee, het gaat niet om wat mensen ons aanbieden, wat de wereld ons gaat aanbieden of zelfs wat Satan ons kan aanbieden, maar het gaat om dat we God als heilig achten. Hij is apart gezet in ons hart en we willen hem vrezen, we willen hem vertrouwen en we willen op hem steunen. Nou, wat is de vreze des Heren? Wat is de vreze des Heren? Ik ga twee uitersten pakken om de vreze des Heren duidelijk te maken. Allereerst is de vreze des Heren, als het gaat om deze term, angst voor God. Angst voor God. Dat klinkt gelijk een beetje heftig. Angst voor God, kunnen we angst voor God hebben? Als we denken aan God, is er wel in die zin, als het gaat om zijn heiligheid, wel een bepaalde angst, een bepaalde dreiging, omdat wij onreine mensen zijn. Dus we worden met een heilig, volmaakt, pure God geconfronteerd, de schepper. En het schepsel, wat onvolmaakt is, wat bezoedeld is door de zonde, dat creëert afstand. Maar in die zin worden wij geconfronteerd met de heiligheid en de puurheid van God. Dan is, als aan de uiterste van het spectrum van de vrezen des Heren gaan zitten, dan zit daar iets van angst voor God in. Wee mij, want ik verga, want ik ben een man onrein van lippen, dat. Het is toch die almachtige, heilige God. En als we voor hem staan, schamen we ons voor hem. En erkennen we ook, als we nu die heiligheid zien, dan kan ik maar één ding zeggen, ik ben strafwaardig. Ik ben doemwaardig. Ook dat zijn woorden waar ik niet mee grootgebracht ben trouwens. Strafwaardig en doemwaardig. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen hier zitten en denken, ja, daar kom ik wel uit. En gaat hij dit allemaal weer zeggen. Waar ik juist probeer, ook door Philadelphia, de zegen van Philadelphia, uit te komen. En toch is het ook goed om wel te beseffen met wie we te maken hebben. Nou, dat is de ene kant van het spectrum. Nu gaan we even naar de andere kant van het spectrum. Als het gaat om de vrezen des Heren. Als we ons vertrouwen op Christus hebben gesteld, en dat is uit genade, dan is de vrees des Heren ook een eerbiedige onderwerping. Een eerbiedige onderwerping. Als dit de God is, die heilig is en soeverein is, dan wil ik hem gehoorzamen. En dan zit het veel meer in de andere kant van het spectrum. Ik wil hem aanbidden. De vrezen des Heren brengt een gelovige in Christus tot aanbidding. En door het zien van de heiligheid van God door Christus, door het bloed van Christus, is daar ook vergeving, genade en liefde. Dat is de andere kant van het spectrum. En je hoort mij al een paar keer noemen de vrezen des Heren en heiligheid. Ik denk dat de vrezen des Heren en heiligheid bij elkaar horen. En heiligheid is zoiets als God is afgescheiden, apart gezet, uniek en onbesmet. Afgescheiden, apart gezet, uniek, onbesmet. Dat is afgescheiden, heilig. Je zou kunnen zeggen, God is hierin als de heilige de geheel andere. Hij is met niets en niemand te vergelijken. En heiligheid is niet één van de eigenschappen van God. Zoals van, God is genadig, dat is een eigenschap. God is liefde, dat is een eigenschap. Maar de heiligheid omvat alles, dat is niet zijn eigenschap, dat is wie hij is. En zijn wijsheid is heilige wijsheid. En zijn schoonheid is heilige schoonheid. En zijn majesteit is heilige majesteit. Zijn liefde is heilige liefde.
Heilig omvat alles. En doordat hij heilig is, hebben we hem te vrezen. Omdat al zijn eigenschappen heilig zijn, hebben we hem te vrezen. In de zin van aanbidden. In de zin van gehoorzamen. In de zin van eerbiedige onderwerping aan deze God. Nou, er komen een paar teksten bij. Als je maakt enerzijds die angst voor God, anderzijds die eerbiedige onderwerping. Is het wel, tenminste, heb ik gekomen, maar de vraag wel naar boven, is het gezond als een wedergeboren christen nog angst voor God heeft? Als die angst uiteindelijk leidt tot aanbidding, is het gezonde angst. Als de angst gaat leiden tot vervreemding, tot afstand, is het ongezonde angst. Dus je angst, in die zin, het moet jou brengen tot verwondering. En door die verwondering ga je hem aanbidden. Dan is het gezonde angst. Die angst mag niet tussen jou en God inkomen te staan. Ja, ontzag voor God, dat is zeker zo. Maar als het dan gaat om niet-gelovigen, dat is het spectrum, hè, aan de kant, is het dus wel sidderen voor God. Ja, maar als het gaat om dat spectrum aan de hele andere kant, dan zit ontzag voor mij dicht tegen die angst aan. Ja. Kijk maar naar Mozes, als hij bij de brandende braambos staat. Ja. Dan zegt God, ik ben hier, het is heilige grond. En dan lees je, en Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. Ja. Ja. Is het zo heilig, ja. Kan er niet in kijken. Ja. Ja. Nou ja, ik zit ook te denken aan het voorbeeld van Johannes op Patmos, Openbaring 1. Daar zie je toch, hè, Johannes die 3 jaar met de Heer Jezus had opgetrokken, uiteindelijk in het visioen omhoog getrokken wordt. En het enige wat Johannes op dat moment kan doen is voor hem neervallen. Hem in die zin ook aanbidden, maar hij is wel vol ontzag. En ook als je dan ziet hoe Christus wordt omschreven, die verzen daarvoor, dan is het meer dan toch die man met een lange baard en kneuterig en knus. Dan is er echt wel ontzag voor hem. Ja? Je ziet dit ook zelf in Jesaja ook met. En Jesaja die ervaart een doodsangst bij, ja. Bij het mij. Met zijn heiligheid. Ja. Dus, ja. Dit wat er niet mis mee is, omdat het grote contrast tussen wie God is en wie wij zijn, dat een bepaalde angst is dan wel gepast in die zin. Alleen, ja. We moeten er niet blijven bij die angst. Buiten Christus is het ja. En dan blijft het een dood. Absoluut. Maar in Christus wordt het een aanbidding. En hier ben ik, zend mij is dat uiteindelijk. Dan is het ook gehoorzaamheid. Maar het blijft wel ook onder de indruk blijven. En dat is wel het punt wat ik hier wil maken. En ik snap dat de een daar gelijk allerlei kriebels bij krijgt. En de ander denkt van ja, amen. Maar het is wel goed om te blijven benadrukken. Het ontzag voor God. In ons leven, in kerkdiensten. Het is niet zomaar iemand die wij aanbidden. Dat is wel het punt wat ik wil maken. En daardoor, ik heb het gezegd, zijn twee uitersten in het spectrum die ik hierin wil bespreken dan. Ja, oké. Okay. Jacobus zegt ook, de duivel geloven ook in zijn zinnen. Ja, ja. Ja, oké, okay. Ja. Goed, ik ga 3 andere teksten nu noemen. Jesaja 40, vers 25. Jesaja 40, 25. En als de volgende dan, Psalm 77, vers 14 op wil zoeken. Dus hier gaat het om de heiligheid, de vrezen des Heren en 3 teksten daarbij. Jesaja 40, vers 25, Psalm 77, vers 14. En als laatste, Hosea 11, vers 9. Hosea 11, vers 9. Dus 3 teksten. Oké,
40, 25. Met wie zou mij willen vergelijken? Aan wie ben ik gelijk? Zegt de Heilige. Ja. Nou, hier zie je dus een groot contrast tussen schepper en schepsel. Met wie wil je mij vergelijken? Ik ben niet te vergelijken, want ik ben de schepper van hemel en aarde. 77, 14 van Psalm. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God, zo groot als God? Ja, oké. Okay. En Hosea 11, vers 9. Ik zal mijn dampende toorn niet naar uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om eten te worden. Want ik ben God en geen mens, de heilige in het midden. Ja, want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden. En dat is niet veranderd. De heilige is hier in ons midden. En de heilige geest woont in ons. En dat is geen sinecure, dat is niet iets makkelijks. Daar zullen we echt regelmatig in ons geloofsleven op bij stil moeten staan. En ontzag hebben voor die heilige God en ook die heilige geest in ons. Een drievuldig God die met ons optrekt. Hoe leer ik dat nu, de vrezen des Heren? Hoe leer ik dat nu? Hoe leer ik nu? Waarom doen we dit? Dit is om dus af te stappen voor de vrees van mensen en ons te vervullen met allerlei dingen die we verwachten van mensen, omdat we ook angst hebben voor mensen. En we maken de stap de vrees des Heren leren kennen. Zodat we uiteindelijk onze vervulling in Hem alleen zoeken. Dat is de stap die we maken nu. Oké, de vrees des Heren leren. Deuteronomium 4 vers 10. Deuteronomium 4 vers 10. Op de dag van het aangezicht van de Heer, uw God, stond bij de Heer. Hoewel, zei de Heer tegen mij, roep het volk van mij bijeen, dan zal ik u mijn woorden laten horen, dat zij moeten leren om mij te vrezen. Alle dagen dat zij op de aarde zullen leren, en die zij op hun kinderen moeten leren. Ja. Hoe leer ik de vrezen des Heren? Ja, door woorden. Zal ik hun woorden laten horen. Dus de vrezen des Heren en het ontdekken wie God is, doe je door het woord te lezen en daarop te mediteren. En daarmee bezig te zijn. Psalm 34, vers 10 tot en 12 zegt, vrees de Heren, u zijn heilige, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Door te luisteren naar God, hoe? Vanuit het woord ga ik leren om God te zien als de heilige, zijn eigenschappen te bewonderen en van daaruit de vrezen des Heren te ontwikkelen in mijn eigen leven. De tweede tekst die ik noemde was Psalm 34, vers 10 en 12. Hoe wordt het geleerd? Door het onderwijs vanuit het woord. Daarom is het onderwijs zo belangrijk. In je persoonlijk leven, in het gemeenteleven. En door het openen van het woord ontmoeten we een heilige, levende, liefdevolle God. En daar zullen we ons mee moeten vullen. Dat is goed voor ons hart, dat is goed voor ons leven. Nou, de vrees is hier. Hoe ga je dat dan ontwikkelen? Ik heb 4 punten. Die 4 punten staan eronder. De vrezen des Heren leren. Schoonheid, Gods vragen, verbazing en evangelie. Dus ik ga jullie 4 punten meegeven waarin je gaat zien de vrezen des Heren en dat je jezelf gaat verwonderen in die God, dat je ontzag voor hem hebt en dat je uiteindelijk denkt, wat mensen nu ook van me vinden. Ik vrees hem. Ik vrees hem. Nou, allereerst de schoonheid. De vrees des Heren is schoonheid. Het is iets aantrekkelijks aan God.
En de Spreuken 9 vers 10 zegt: het beginsel van wijsheid is de vreze des Heren en de kennis van de heiligen is inzicht. Juist het boek Spreuken helpt ons om de vreze des Heren te leren kennen. En wil ik de vreze des Heren kennen, dan heeft dat te maken met wijsheid, met kennis. En door die wijsheid en kennis ga ik de Heren vrezen. En dat is goed voor mijn hart, dat is schoon voor mijn hart. Daar ga ik de schoonheid van God in ontdekken. Daar wordt God meer aantrekkelijk voor mij. En dan heeft die angst heeft helemaal niets te maken met afstand, maar heeft juist te maken met aantrekkingskracht. Hij is aantrekkelijk, hij is schoon, hij is heerlijk voor mij. Ik heb buiten hem niets meer nodig. Tweede, de vrezen des Heren, dat betekent Gods vragen. Gods vragen. En doordat God jou bevraagt, kom je onder de indruk van God. Welk Bijbelboek is dat? Ja, Job, hè? Job. Job is het Bijbelboek als het gaat om dat God gaat vragen en dat uiteindelijk Job onder de indruk komt van God. Sla maar mee open. Job 38. Daar zie je een aantal vragen die God aan Job stelt. Job zit op de puinhopen, heeft zijn beklag ook gedaan. Nou, dat is al die hoofdstukken daarvoor. En uiteindelijk zwijgen de vrienden, zwijgt Job en dan gaat God spreken. Job 38. Job 38, 12 als eerste. 12. Hebt u in uw dagen de moord ontboden? Hebt u de dag geraad zijn plaats gewezen? Ja, nou, er komt nog een vraag, zie ik, 13, komt er ook nog een vraag achteraan. Dat 17 en 18. Zijn de woord van de dood en nu geopenbaard? Heb je de woord van de schaduw van de dood gezien? Inzicht tot de breedte van de aarde, maak het bekend als u dit allemaal weet. Ja, en dan vers 35 van hetzelfde hoofdstuk. Kunt u dit sturen, zoals hij aan, en tegen u zeggen, zie, hier zijn wij. Ja. Dus, en dat gaat door hoor, die vragen stellen gaat door, ook in hoofdstuk 39 40, vers 1 of hoofdstuk 41. Die vragen tuimelen over elkaar heen en dan uiteindelijk groeit door de vragen de kennis en de vrezen van de Heer. Als dit de God is, de schepper van de hemel en aarde, als dit de God is die almachtig is, dan kan Job alleen nog maar zeggen: daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. En dan zie je dat hij nederig wordt, dat hij zijn hart keert tot deze God en zegt: ik zwijg en ik ben onder de indruk van deze God. Nou, als je opnieuw onder de indruk van God wil komen, doe dan de laatste hoofdstukken van Job en doe die vragen aan je eigen hart stellen. Van als God mij hierop bevraagt, dan kan ik alleen maar hem gaan aanbidden. Dan hoef ik geen vrees meer voor mensen te hebben, want het is God die alles in zijn hand heeft en alles in zijn hand houdt. De vreze des Heren geeft verbazing, geeft verwondering. Nou, dat zie je heel goed terug in het evangelie van Marcus. Sla eens op Marcus 1 vers 27. Marcus 1 vers 27. En dan gaat het om de verbazing. Je verwondert je in wie God is. Waardoor je uiteindelijk hem gaat vrezen, ontzag voor hem hebt. ...1,27 Marcus. En ze waren allemaal verbaasd dat zij elkaar vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geest met gezag wel geeft en zij hem gehoorzaam zijn.
Ja, ze waren verbaasd. Ze staan versteld van zijn onderwijs. En ze staan versteld, de mensen staan versteld van zijn wonderen. Nou, dat, eigenlijk is dit een thema door heel Marcus heen. Marcus laat elke keer weer zien hoe verwonderd de mensen zijn die in aanraking komen met de Heer Jezus. Als hij boze geesten uitdrijft en in de varkens brengt, dan stonden de mensen versteld. Toen Jairus dochter uit de dood opstond, stonden zijn ouders stom verbaasd. Toen de Heer Jezus in de synagoge leerde, waren de hoorders verbaasd. Toen hij over het water liep, waren de discipelen verwonderd. Toen hij de doofstomme genas, waren ze overweldigd en verbaasd. Geloof heeft alles te maken met verbazing. Is dit de God? Is dit zijn zoon die ik mag volgen? Dan hoef ik geen angst te hebben voor mensen. Want dit is mijn God die zichzelf heeft laten zien in zijn zoon Jezus Christus. Dat geeft geloof en ontzag en verwondering. Als laatste. De vrees des Heren is het evangelie. Marcus 16 vers 8. Marcus 16 vers 8. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij de krachten daar. Want weet je, dan stelde ze aan de aangekomen. En zij zeiden tegen iemand iets, want zij waren bevreesd. Ja. Het is het evangelie. De dood en opstanding van de Heer Jezus. Daar draait het om. Daar draait het evangelie om. Het evangelie draait om dat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Dat hij de dood en de zonde heeft overwonnen. Dat hij voor eeuwig leeft. En de vrouwen komen bij het graf en er was ontsteltenis. Er was angst, verbazing. Wat gebeurt hier? De Heer Jezus ligt hier niet. Maar die verbazing en die angst, die gaat over in aanbidding. Een levende Heer, die zichzelf aan hen getoond heeft. Het gaat naar over in eerbiedige gehoorzaamheid. Hem willen we nu volgen in ons leven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij laat zien, hij is Gods zoon. Dat brengt ons tot ontzag, aanbidding, omdat door deze vier punten we zien Gods grootheid en zijn heiligheid. En vaak hebben wij in onze gedachten zoiets als: God is iemand die ik kan gebruiken. Maar het is iemand die wij moeten gehoorzamen. Het is niet God kan ik gebruiken, maar ik wil God gehoorzamen. Als hij dit is, dan wil ik hem echt gehoorzamen in mijn leven. Het is niet iemand die mij in mijn behoefte voorziet, maar het is juist iemand waar ik mijn rechten voor opgeef. Heb je deze toch op te pakken? Als je onder ontzag van God bent gekomen, dan is het niet meer iemand die mij kan vervullen met allerlei behoeften, maar is het: wat moet ik nog afleggen? Ik wil het gekruisigde leven gaan leven. Het gaat om mijn rechten opgeven, zodat ik hem de heerlijkheid, de eer, de aanbidding kan geven in mijn leven. Want hij is het waard. Hij is de schepper van de hemel en aarde. Hij is de onderhouder van alle dingen. Hij is soeverein. Hij is de rechter. Hij is de verlosser. Hij is oneindig superieur. En hij is het waard om alle eer te ontvangen. Wat nou vrees voor mensen? En misschien ben je wel bezig geweest om elke keer je eigen kopje te vullen. Heer, wat kan ik van u krijgen? Wat kan ik van u krijgen? En wat kan ik van mensen krijgen? Want daardoor heb ik geen angst meer.
En daardoor voel ik mijzelf beter en kan ik dit leven aan. Maar onze eerste behoefte zal moeten zijn God vrezen. En hem verheerlijken in mijn leven. Hem aanbidden in mijn leven. Dan word je een licht op de kandelaar. Want je bent niet met jezelf bezig, maar je bent een drievuldig God bezig. Vader, Zoon en Geest. Laatste stukje. Verheug je in het feit dat God jouw schaamte bedekt heeft, je beschermd heeft voor gevaar en je heeft geaccepteerd. Hij heeft jou gevuld met zijn liefde. Twee teksten. Romeinen 5 vers 5 en 1 Johannes 4 vers 19. Romeinen 5 vers 5, 1 Johannes 4 vers 19. En hoop beschaamt niet, door de Heilige Geest die ons gegeven. Ja, de liefde van God is uitgestort in je hart, lieve broeder, lieve zuster. In Christus, in Christus. Tweede, 1 Johannes 4 vers 19. Ja, hij heeft ons lief. Daar heeft hij alles voor gegeven. En dit is geen psychische behoefte, maar dit is geestelijke behoefte. Het is God die zijn liefde heeft uitgestort in je leven. Dat is uiteindelijk wat geestelijke behoefte is. Ik was een zondaar, maar ik ben gered. En dat is mijn diepste vreugde. En die God wil ik vrezen, die God wil ik eren in mijn leven. En ik wil hem gehoorzamen door de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Welke twee teksten waren dat? Romeinen 5 vers 5. 1 Johannes 4 vers 19. Er wordt hier gezegd, dus is mijn kopje gevuld. Dat is niet waar. Dat betekent dat heel mijn leven, het kopje vullen had alles te maken met ik heb van alles nodig in dat kopje om mijn zelfwaarde en mijn eigenwaarde op te vijzelen, waardoor ik geen angst voor mensen meer heb. Hier gaat het erom. Het is God die mijn geestelijke behoeftes geheel heeft vervuld in Christus. Dat heeft niks met mijn eigen waarde of mijn zelfbeeld nog te maken. Want ik ben een kind van de Allerhoogste Vader. En ik ben helemaal niet bezig met mij vullen. Nee, ik ben bezig, hoe kan ik hem, God, verheerlijken in mijn leven. Daarom zegt iemand is er ook. Hierin is er niet erover. Want wij hebben het lief. En daar heeft ons eerst het lief. Ja. Richten op zijn lief. Absoluut. Absoluut. En dat heeft dan niks te maken dat mijn eigen waarde of zelfbeeld maar wordt opgekrikt. Maar het heeft alles te maken. Ik ben geadopteerd door de Allerhoogste God. Ik ben kind van de Vader. Wat nou een beetje vullen. Voor mijn eigen ik. Nee, ik ben kind van de Vader geworden. En daardoor hoef ik geen vrees voor mensen en wat mensen allemaal van mij vinden. Maar ik ben bezig met, wat wil de Vader van mij? Wat wil de Vader van mij? Het is ook wel mooi dat het ging in Jeremia toch over dat leven te laten. Dat Jezus het laatste denkt, zich met name vertrouwen zegt. Ja. Daarom dat ik hem zo geef, zo'n behoorlijk van de Vader. Absoluut. Daar zit mijn vervulling in. In dat levende water. Wat je dagelijks door het woord tot je mag nemen. En waardoor je dus steeds meer zicht krijgt op God en zijn eigenschappen.
En uiteindelijk het uitspreekt in je leven, hoe groot zijt gij? Niet hoe groot zijn mensen, maar hoe groot zijt gij? Dit is, ja, zeg maar. Dan stroomt je beker eigenlijk overal, stroomt zo'n water uit je buiten voortgeleid. Dat stroomt weer naar buiten toe. Ja. Jazeker. Maar daar hebben we het over gehad, hè. Uiteindelijk wordt dat wat waar je mee vervuld bent, wordt zichtbaar in je leven. Niet met als doel, daar haal ik mijn vervulling uit door de liefde weer uit te delen. Maar de liefde uitdelen heeft alles te maken met hem de eer geven, hem gehoorzamen. Maar natuurlijk zijn we gemaakt om liefde. Heb de Heer uw God lief en de naaste als jezelf. Maar dat betekent, doordat ik God lief heb, ga ik hem gehoorzamen en ik verheerlijk hem door andere liefde te hebben. Maar niet om hun hart te vullen. Of die kelders te vullen. Want dat zijpelt weg. Ik moet ze verbinden. Mijn liefde moet hen verbinden aan de liefde van God. Oké. Ik kan me heel goed voorstellen dat het best een beetje een nieuwe boodschap is. Dus verwerk dit eens voor jezelf. Lees de teksten nog eens door. Geniet van de vrezen des Heren.